Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Calvijn, a.k.a. Calvijn. Ja. Een hele fijne en lekkere goede morgen. We gaan er weer iets spectaculairs van maken. De laatste paar weken upload ik een aantal hele interessante dingen. Waaronder allerlei dingen met vrij lange haar. Oh nee, wat is dit nou weer? Wat is dit? Ik hoor jullie denken, lieve kijkers. Calvin, waar is je kakje? Dat is serieus gebeurd. Er kwam iemand naar me toe op straat. Die wilde op een foto. En die zei, Calvin, je kakje is weg. Ik zo, what the fuck is mijn kakje, G? Het kakje was schijnbaar hetgeen wat ik op mijn hoofd had als kapsel. En dat is nu kort. Ik wil even wat aan jullie kwijt. Namelijk, ik vind het gewoon moeilijk. Moeilijk te beseffen dat als ik dan weer lange haren heb, dat mensen dan gaan klagen dat het te lang is. En dan heb ik de korte haren. En dan gaan weer mensen op Instagram klagen dat het te kort is. Ja, ik weet het ook niet wat ik erover ben. Nee, ik kan me geen reet schelen. Er is weer iets aan de hand onder ons. Onder de Nederlandse maatschappij gebeurt iets waar toch wel een redelijk groot deel van de mensen het over heeft. Namelijk Temptation Island Vips. Temptation Island Vips is schijnbaar episch. En zoals je weet ben ik degene hier op YouTube die elke keer als er een nieuwe Temptation is even een videootje maakt waarin ik erop ga reageren. Want ik kijk die shit niet. Maar ik vind wel dat ik mee moet kunnen praten over het feit wat er allemaal gebeurt. Ik wil gewoon mee kunnen praten met die Tempa Sensa people. Je weet toch? I see you. Dus vandaag ga ik mezelf even onderdompelen in de wereld van Temptation Island Vips. Ik ga niet elke aflevering kijken, maar ik ga hopelijk de meest belangrijke, interessante, sensationele momentjes even eruit pakken. Daarop reageren en zeggen, haha, wat stom of wat erg. Haha, wat zielig. Dus abonneer alvast even op mijn kanaaltje, want we hebben bijna 2 miljoen abonnees. Dus abonneer. Trouwens, heel even, deze mannen. Ik heb geen idee wie dit is. Ik heb geen idee wie dit is. Ik heb geen idee wie dit is. Thomas Kok, dames. De reden dat ik zijn naam zo hard uitspreek is dat ik eigenlijk alleen maar hem ken. Dus succes met dit avontuur. Hier zijn de verleidsters. Oh shit! Oh jee. Nu komt een klein vriend eventjes om de hoek kijken. Alright, jij geile gozer. Zo, dit is gewoon een roofdier. Dit is gewoon een roofdier met droge lippen. Dat kan ik je wel vertellen. Kijk even lekker. Ja, dit is gewoon cheerleader effect. Dit is gewoon het cheerleader effect. Voor de mensen die... The cheerleader effect. ...niet kennen, ik ga het je even uitleggen. Calvijn aan het woord. Het cheerleader effect is het effect waardoor je als man denkt dat heel veel vrouwen heel mooi zijn als ze allemaal in een groep komen. Want dan denk je, oh, allemaal vrouwen echt mooi. Maar als je ze dan individueel bekijkt, dat het dan wel meevalt. Snapte? And that, my friends, is the cheerleader effect. Ja, jongens, dit zijn ze. Een heel leger vol met knappe dames. Ja, kijk ze even staan met z'n allen. Denkend dat ze het op Temptation Island gaan vinden. Nou, dames, ik kan jullie vertellen. Dat gaat niet gebeuren. Dames, hoe staan jullie hier nu? Kai Gorgels, dikke baas. Ik vind het dan wel mooi om te zien dat je zo Temptation kijkt. En dat je twee boys uit die YouTube scene, uit die online wereld die aan het doorbreken zijn, in dit programma ziet. En dan aan de ene kant zie je Kai Gorgels als presentator. Als die big boy, die gast die vette knaken verdient met zijn job als presentator bij RTL. En aan de andere kant zie je dan de one and only Thomas Cox als kandidaat. Verschil moeten wezen. Hallo. Mannen zijn net als honden. Ze gaan gewoon achter alles aan. Wacht even. Mannen zijn net als honden en gaan gewoon achter alles aan. Wow, boy. Hey. Ik kom even op voor het recht van de man. Ik snap dat vrouwenrechten tegenwoordig allemaal pap in zijn en hip. En we moeten er allemaal om denken dat we vrouwen hetzelfde betalen als mannen en shit. Ik snap het, oké? Maar het betekent niet dat je over mannen mag vertellen dat we honden zijn. Niet iedereen is zo. Gewoon alleen maar 99% van alle mannen is zo. Sommige mensen niet. Ik hoor bij die 99%, ja. Maar het is natuurlijk ook de beurt aan de dames om de verleiders te zien. Want ook de vrouwen gaan het lastig krijgen. Hier zijn de mannen. Kijk al deze fucking beren staan, hé. Hier staat gewoon meer testosteron bij elkaar dan dat ik zaadcellen in mijn ballen heb. En ik kan je vertellen, dat zijn er nog aardig wat. Het is natuurlijk maar een eerste indruk, maar ik ben heel benieuwd als jullie nou zouden moeten zeggen... Dit zou mijn man echt wel een dreiging vinden voor mij. Ja, als ik moet afgaan op wat hij misschien eng vindt, dan denk ik toch... ja. Oh ja,
nog wel even een leuke side note om te weten. Thomas en Jasmine, dat is natuurlijk een koppel in dit programma, maar dat is niet waar. Niemand, maar dan ook niemand liegt tegen mij. En als je me niet gelooft, dan wil ik dit graag voorlezen. Oké, even over Temptation Island vips heb, ben ik de enige die denkt dat Thomas en Jasmine dit doen als een soort PR-stunt voor hun YouTube-kanalen en dat ze precies hebben afgesproken wat ze gaan doen? Is het überhaupt wel een stel? Waarop iemand, genaamd Tim Hofman, simpelweg reageerde met een paar feiten. Is zo. Waren uit elkaar voor ze begonnen. In vlogs wordt gezegd van niet. Maar achter de schermen weet iedereen van wel. Punt. Opgelost. Duidelijk. En door. Deze hele situatie. Het lijkt gewoon een beetje, als ik naar dit shot zit te kijken, dat Jasmine daar zo aan het dansen is tussen al die kerels. Het lijkt gewoon een beetje alsof Calimero aan het dansen is in een soort cirkel van alleen maar hulks. Het kan niet goed zijn. Gewoon even vastnemen op dat moment. Huilende vrouwen, dat is gewoon mijn fobie. Ik ben er gewoon bang voor. Ik vind het echt nooit leuk om naar te kijken, huilende vrouwen. Tenzij het in films is, want dan is 9 van de 10 keer toch fucking nep. Het moment is aangebroken, namelijk de mannen gaan de mannelijke verleiders ontmoeten. En dat is altijd feest. Pak aan, Quint. Ik heb gehoord dat jij alle fucking vlakken tekort komt. Oh shit. Die jongen kwam heel stoer op me aflopen, bro. Fuck aan, dit wat. En kwam die heel dichtbij. Ik zeg, hé, even afstand, man. Ja, wat heb je op je hoofd, man? Lijkt wel een drama, man. Origineel, zeg. Even laten zien toch van, je kan niet zomaar fokken, man. Oh shit, man. It is fucking down, boy. Okay, the juice is beginning. I like it. De volgende verleidster wil een gevoelige snaar raken. Maar Jess, wens jij een gefeliciteerd met jullie 2,5 jaar relatie, want 3 jaar gaat hem niet worden. Zo. Deze was toch wel aardig treurig. Deze had beter uitgewerkt kunnen worden. Ik geef hem een 2,5. Dankjewel. Mevrouw Jasmine voor jou trouwens. En jij ook. Ah, ik weet niet of dat de allerbeste comeback was die ik ooit heb gezien. Maar toch goede poging, Jasmine. Ik bedoel mevrouw Jasmine. De avond valt weer. Het is tijd voor some extra juice. Bij deze wil ik aankondigen, lief Thomas. Dat ik vannacht bij jou in de kamer slaap. En ik wil graag geen weerwoord. Had ik maar nooit ja gezegd op Temptation Island vips, dat is wat je dan denkt. Ja, inderdaad, maar daar heb je hersenen voor nodig en dat is lastig, maar oké. Okay. Thomas en Tomia, die slapen samen op een kamer. Die zijn zo geil en die hebben zoveel gedronken, dat gaat echt verkeerd aflopen. Oh shit, nu gaat het beginnen. En dan komt altijd het moment waarop de stelletjes van elkaar gaan zien wat de ander een beetje uitspookt in de andere villa. En dat is altijd geniaal. Of heel zielig. Het is gewoon één van de twee. En ik heb wel een vermoeden wat dit gaat worden. Ik denk dat wij gewoon een hele natuurlijke, goede klik met elkaar hebben. Dus dat komt helemaal goed. Ik vind echt dat we... Het is niet dat hij iets verkeerds zegt, maar hij is wel echt heel... Hij doet toch denken met haar dan met mij. Nou... Oh, dat vind ik echt zielig. Dit is gewoon straight up, gewoon eerlijk. En ja, weer het huilende vrouwen zo. Ik zeg het toch! Ik heb een fobie voor huilende vrouwen! Hij heeft al dit maanden niet meer zo leuk gedaan met mij. Oh, dit is echt fucking. Ik lach wel. Het is gewoon real, man. Als ik Nina op beelden met iemand anders zou zien, fucking lol trappen, terwijl wij al een paar maanden niet meer met elkaar lol kunnen hebben. Hé, ik word loco. Maar ik ga waarschijnlijk niet huilen, maar ik word wel gek. Ik had het niet verwacht, maar het doet me wel wat. We hebben nog een beeld voor jou. Oh ja, want ik bedoel, het is niet dat iemand al huilend gewoon helemaal neervalt. Ja joh, als dit in een club was, was het echt de allerbeste club ter wereld. Ah! Zo kan ik toch niet slapen? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee! Nee, waar gaat dit heen? No! Ik zeg nog zo, ik kan er niet tegen. Je bent zo'n lieve meid. Nou, nu mag ik ook flikken, toch? Ja. Echt weg, ja toch. Ja, dit is wel zielig. Dit zijn wel die zielige dingen. Maar ja, dat weet je als je ja zegt op Temptation Island vips, dat kan gebeuren. En ik doe er luchtig over en makkelijk en dat is het niet. Maar tegelijkertijd smullen we wel ervan met z'n allen, dus laten we doorgaan. Ik denk dat als er geen camera's bij waren geweest, dan was hij al bij me naar bed geweest, ja. En dus trekt de cameraploeg zich even terug. En dan komt de ware aard naar boven. Zenders af,
Kunnen we ook ergens gewoon neuken? Ja, we kunnen ook gewoon liggen, of niet? Ah! Nee. Deze programmamakers zijn ook erg hoor. Die gaan ook ver. Die denken, fuck deze shit. We doen gewoon alsof we niet filmen. En dan krijgen we de real juice. Ik ben ook blij dat ik een plastic tas heb met allemaal vieze slipjes en zo. Nou ja, vies. Die krijg ik aan het eind mee. Die krijg je aan het eind mee. Hier, ja. Mijn natte slipjes, alsjeblieft. Wil ik gaan snuffelen. Sorry. Hier, mijn natte slipjes. Kun je lekker gaan snuffelen. Ja, hij heeft het over inderdaad zichzelf aftrekken. Dat ik mezelf hier vinger of niet over pijpen heb. Hij maakt beeldjes volgens mij. Hij heeft het er wel lastig mee. Absoluut. Top. Als dit je carrière niet redt, dan weet ik het ook niet meer. Maar goed, bij Temptation gaat het niet alleen maar over Thomas en Jasmine. Het gaat ook over Quinten en Shanna. Godverdamme zeg. Shanna. Ja, dat is stom. Hey, Chris Brown is boos! Oh je, joh, vuur in zijn ogen, man. Chris Brown is ready for battle. Ik ben een kus. Ja, dag, geef jij maar eens, Chris. Echt gif. Waarom slaat hij Thomas nou? Even een herhaling. Echt gif. Zo, tering, man. Pop! Dit is gewoon dat ik boos ben en dat ik gewoon zo. Jongens, Sorry, bro. Nee, het is niet voor mij. Ik snap het, is niet voor mij, maar ik heb wel gewoon mijn schouder uit de kom hoor. Wacht even. Ah, zo, zit weer goed. Oh. Fuck a Shanna, man. Hey, gedraag je even, chicky. Ja? Het is tijd voor Thomas Cox. Hij heeft zin. Oké. Okay. In andere dingen. Oké. Thomas is los. Even lekker aanpassen. Ik mis seks wel. Hallo, ik heb ook gevoel. Heel klein geil. Ja, nu echt gewoon een heel nat rokje, hè? Door jou. Niet op de goede manier. Iets dieper nog in het kastje, denk ik. Zo, wat een foute opmerking, hè? Kom maar nog iets dieper. Ja, ga iets dieper. Kan ik nog iets meer je belletjes zien? Ah, je gaat me toch zien. En dan gebeurt eigenlijk het allerbelangrijkste moment van de Temptation Island Vips aflevering. En namelijk de laatste minuut. Waarin wordt vooruitgeblikt naar volgende week. Volgende keer in Temptation Island Vips. Mijn relatie is over. Ik hoef hem toch niet meer te hebben. Nee? Nee. Ik blijf graag nog eventjes met jou ineens zitten. Boy. Ja, Shanna wil even blijven zitten, want ze gaat vertellen. Klein detail wat ze over het hoofd had gezien toen ze zich aanmeldde voor het programma. Namelijk dat ze zwanger is. Ze is zwanger. Helemaal fantastisch en top en geweldig en verschrikkelijk tegelijkertijd. Dames en heren, mijn naam is Calvin. Abonneren zou ik waarderen. Tot de volgende keer. I love you.